Luca. Ja? Kun je, ben je goed volleyballen? Ja, mijn vader zegt dat ik talent heb. Ja, dat is met je vader? Ja. En je hebt een volleybalprobleem. Ja. Heb ik de juiste personen voor die jou kunnen helpen? Oké. Okay. Dames, we gaan volleyballen met Kirsten Knip en Celeste Plak. Ze leerden elkaar kennen toen ze gingen spelen voor het Nederlands team. En ze werden de beste vriendinnen. Ze geven nu speciale volleybaltrainingen. En vandaag helpen ze ons een handje. Luca heeft een klein volleybalprobleem. Wat is het probleem, Luca? Het smashen, want ik time niet goed. Smashen kan vrij complex zijn. Ik hoor je timing zeggen. Timing is inderdaad een van de lastigste dingen. Wat gaat er dan mis? De pas voordat ik de lucht in ga. Want of mijn pas is goed, maar ik sla hem mis. Of mijn pas is niet goed. En dan sla ik wel raak, maar dan belandt hij buiten het veld of erachter. Dat soort dingen. Zullen we eens kijken wat hij in huis heeft misschien? Goed idee. Komt-ie. Ga. Wat Kirsten en ik zagen, is dat je ritme, je aanloopsritme, is niet optimaal. Wat Luca deed, was dit. Zo. Wat ik graag wil zien, is lang, kort lang. Jij doet één stap minder ook. Nee, het verschil is, bij de eerste is ze aan het lopen, dus ja. Het is gewoon zo. En bij de tweede is het bam, bam, bam. Ah, dat heeft het dan te maken, dat laatste voor mij nog even, dat als wat jij doet, dat je daar veel meer kracht uit kunt halen. Explosiviteit. Dat is het. En explosiviteit haal je uit ritme. Ah, oké. Okay. Dus het gaat om, het is een soort choreografie? Eigenlijk wel. Ja. Kan je een beetje dansen, Luca? Nee. Oh, nee. Ja. Dat is het hele probleem, Luca. Nou, kom, we gaan er eens eventjes aan werken. Luca, je mag nog één keer droog, dus zonder bal, de aanloop laten zien. Ja. En dan ga ik jou daarna laten horen hoe jij, wat jouw ritme is. Oké? Okay? Ja. Laat maar zien. Ah, goed. En het enige wat ik nu nog zag, was bij je laatste pas, dus dat je die zo neerzette. En dat maakt eigenlijk dat je die kant op gaat springen. Terwijl je, wat wil je eigenlijk? Wil je hoog of naar voren? Hoog. Hoog, hè? Ja. 1, 2 en zet hem zo neer. Kijk, kijk hoe ik sta en jij sta. Oh, zo, ja, juist, dat is dat hem. Dat is hem. Oké. Okay. Deze was andersom. Rechts, links, rechts. Je deed als een linkshandige. Je deed een linkshandige. Dat is ook netjes, dat is ook knap. Dat is ook een kwaliteit. Ja, maar we gaan het nog dus één keertje. Links, rechts, links. Hier zo. Beter. Ja, goed, dat is hem. Top, hartstikke goed. Luca, we gaan nu even voor het net doen. Hè? Ja. Dat is ook wel beter. Dan kan je het een beetje beter oefenen. Denk aan je rempas. Ja. Gaan we kijken of Kirsten jouw ballen kan tegenhouden. Oké. Okay. Nou. Niet, maar dat is wel lekker om even het is zo, een goed gevoel naar huis te gaan. Oké, okay, komt ie, Luca. Zo, zo. Ik wil heel even een box van jou. Ook van jou, heel goed gedaan. Komt ie, Luca. Oh, hey! Even heel eerlijk, vond ik echt een superbal. Wow, ja, 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 dat was een hele geniepe. Luca, ja? Is jouw probleem hier toch mee opgelost? Ik dacht het wel, hè? Alleen met de rem, die moet je nog even oefenen. Nou. Je ritme, hè? In het begin met die klapjes heb je gigantisch snel opgepakt. Dus dat was super. Ja, zeker. Alleen de rempas. Ja. Dus daar kan je thuis nog goed mee aan de slag. Ja, ja, thuis vol op de rem. Ja. Oké, Luca, dank je wel. Ik heb voor jullie weer een nieuw spelletje. Loop je even mee? Dames, welkom bij de Volley Games. We hebben daar spelletjes waar jullie tegen elkaar spelen. Dat betekent als iemand verliest, dan krijgt u een opdracht van me. Ja. En de winnaar heeft natuurlijk gewonnen. Het mooiste is als je de meeste spelletjes hebt gewonnen, hè, want daar staat wel wat voor, dan mag je de quizvraag doen aan het einde. Ja. Dat wil iedereen. Dat is dus, leuk, wat een eer zeg. Het eerste spel is het kleiduifvolley. Ja? Super. Ik ga daar staan. Oké. Okay. Aangezien ik heel veel vertrouwen in jullie heb, even de bril op. Holy moly! Bijna. Daar kom ik. Oh! Lekker man, zo! 1-0, Kirsten. Oh! Wow. Maar jij gunt mij gewoon niet. Ik wou net zeggen, man. Jij gunt mij niet. Ik gun jou alles, maar jij mist steeds. Maar je, oh. Oh, man. Nou, dat is wel goed gegooid toch, dacht ik. Oh. Dit doet pijn hoor, even heel eerlijk. Dit doet echt pijn. Hè? Hallo! Wat is dit nou? Jij kan nog gelijk maken. Ja. Hé, jongen! Ja!
ja. Jij doet gewoon 3 stapjes naar voren even. Helemaal niet. Gaan we loten wie er verloren heeft. Jij gaat voor... Ja, ga jij voor? Ik neem het plakketje. Ja, ik neem het kleurtje. Oké, gaat ie. Ja. Heb je gewonnen ook? Hey. Hey, Bots. Ja, dat betekent dat jij een doelopdracht krijgt. Vertel een slechte mop. Het is blauw en niet zwaar. Het is blauw en niet zwaar. Lichtblauw. Dit is goed. Ja, is leuk. Is leuk, hè? Ja, is leuk. Is leuk. Oké, okay. We gaan vlug naar het volgende spelletje. Kom. Helemaal goed. Het volgende spel, degene die het meeste ballen erin heeft, is winnaar van dit spel. Bal 1. Oh. Bal 1. Oh, iets naar achter. Nee, ga scheef. Heel scheef. Oh, ja, mooi, mooi, mooi. Wow! Latta, jij verbaast mij. Wow. Goeie. Wow. Ik ook mezelf. Laatste. Ja. Ja, 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 ja. Ze moeten er wel nu allemaal in. Ik wil de druk niet opvoeren, maar... Nee. 1-1. Heel goed. Dat betekent dat jij nu een opdracht krijgt. Oh, speel een liedje op de gitaar voor de ander. Ah, ik smelt. Komt-ie. Follow, follow the sun. Which way do we go? Kippenvel. Ja, het is goed. Ik ben er klaar mee. Nou, kom, we gaan nog 1 spel doen. Loop ermee. De bedoeling is, degene die het meeste de lat raakt, die heeft gewonnen. 1-1, bal 2. Absoluut niet. Ach, man. Nee! Ja, nee, die tellen we niet. Nee. We staan nog steeds 1-1. Oh, wat erg. Ron, je zag hem, eerlijk. Nee, die was dan ook niet zo. 2-1. Hoor, Celeste. Laat je vetste hip-hop move zien. Heb jij een breakdance gedaan? Ja, nee. Street ja, dance? Ja, nee. Street dance, hip-hop. Oké. Okay. Oké, okay, ik voel hem, ik voel hem. Komt ie, jongens. Ja, lekker, hè? Om te verliezen dan op zich. Ja, heerlijk. Goed. 2 keer gewonnen, wat moet dat goed voelen? Wat moet dat goed voelen? Amber, Tessa. Kennen jullie hun? Ja, hallo. Ga lekker zitten, ga lekker zitten. Amber, jullie zijn hier met een speciale reden, toch? Ja. Vertel, had een clinic. Ja. Met Celeste. Ja, alleen ik mag niet meedoen omdat ik nog niet in het niveau 6 zat. En ze wilden kinderen gaan niveau 6. Dus. Nou hebben wij hier toch een kleine clinic, hè? Gaan we het toch even helemaal overdoen? Nou, wat wilde je vragen? Mooi voorbereid. De eerste vraag is aan Celeste. Wat ga je doen naar je sportcarrière? Ik ga dan heel veel chips en snoep en chocola eten. En alles wat niet mag. En heel veel ijs vind ik heel lekker. Maar ga je toch iets in sport doen dan? Dat weet ik niet. Het zou heel goed kunnen. Ik vind het hartstikke leuk om te sporten. Kirsten, heb je nog een gouden tip voor ons? Altijd door blijven gaan. Ja. En ook als je af en toe een tegenslag krijgt... Gewoon doorgaan, want het is altijd, komt altijd goed. Heel hard blijven vechten, hebben wij ook gedaan. Ja, vind je het leuk om te doen? Ja, heel erg. Nou, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste ding. Dat is het beste. Plezier hebben. De tweede vraag is aan Kirsten. Hoe vaak ga je naar de McDonald's? Ja, dat zijn we dagelijks te vinden. Nee, heel af en toe vind ik een McFlurry wel heel erg lekker. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat wij gezond eten. Dus als we dan naar de Mac gaan, dan is het wel echt een feestje. En dan met een speciale reden. Laatste vraag dan. Willen jullie nog een TikTok-dansje met ons opnemen? Kijk, TikTok-filmpje. Nou, gaan we dan? God, niet te ingewikkeld, toch? Nee, het moet wel makkelijk zijn. Ja, dat is heel we makkelijk. Oh. Zo, en dan die... Hey,
Dames, is jullie wens een beetje vervulling gegaan? Ja. Hartstikke ja. goed. Nou, dank jullie wel. Lopen jullie even mee, want ik heb nog iets. Let's go. Nu speciale volleybaltraining. Waarom zijn jullie hier? Om een oefenwedstrijdje te spelen. Hoe ging het vorig seizoen? Goed? Nou, ik heb vorig seizoen was ik er nog niet bij. Dus dit is wel heel nieuw. Dus ze willen graag tegen jullie spelen. Leuk. Okay. Want daar zijn jullie voor, hè? Ja. 6-2 dus. Ja. Uitdaging aangenomen. Okay. Ja, maar dat doet ook makkelijk. Ja, gaan we doen. Zo, het zijn er maar 6. Nou, klaar voor? 6000. Gaan jullie vast aan de andere kant staan? Ja, gaan we doen. En ze zijn helemaal niet in vorm vandaag. Dus ik zou daar gebruik van maken. Okay. Succes, hè? En mochten ze nou wel een beetje vals spelen of te goed zijn, heb ik nog wel een aardigheidje om ze daarin te remmen. Okay. Voor wij zo dadelijk tegen dit team gaan spelen, even, jij hebt er met die spelletjes gewonnen, mag jij de quizvraag doen? Nee. Heb jij een goede quizvraag? Ik heb wel een hele leuke quizvraag. Ja. Ja, ja. Wat is het? Mijn vraag aan jullie is: wat is de hardste bal die ik ooit aangevallen heb? Is het in kilometers? In kilometer per uur. Oké, als jij dat thuis denkt te weten, ga het onderstaande adres. Wie weet win je wel deze prachtige Sepsporttas. Nou, succes. Meiden, klaar. We gaan tot de 8. Oh, ik. Goeie, ja. Oh, mooie volley, jongens. Oh, goed. Wat een rally. Ja. Snel. Hey. Ah, punt voor de dames. Mogen ze veren. Achter. Appels geroepen. Oh. Oh. Kom maar. Achter. Ik. Oh. Punt voor de dames weer. Punt voor het team. Heel goed. Hey, team. Oh, ja. Dit is het niveau dat jullie normaal altijd halen. Okay. Doe maar, kom maar. Oh, super! Tandje erbij, plak. Gaat-ie. Hoppa, let's go. Pak. Yes. Ga maar, go. Hoppa! Stop maar even, jullie krijgen een handicap. We doen de hoepel. Maar mag ik ook zo bewegen? Ja, mag ook. Oeh! Ik help je. Oké, okay, kom diep. Yes, daar! Oh, punt voor het team. Ja, kom maar. Goed. Oké, okay, kom kort. Ach. Een wissel van de handicap even. Gaan we dan. Oh, ja! Oh. Mag dit? Bonuspunt! Alles uit! Oh. De hoepel mag weg, hoor. Je krijgt een ander handicap. Omdat het zo goed gaat ook. Nou. Kom maar. Nee, dit is er eentje, echt er twee. Oh, niet zo drukke, jongen. Eigenlijk hebben jullie er twee nodig. Want ja, dan winnen we sowieso. Nee, ik dacht het niet. Ja, is hij erover? Ik weet het niet. Ja, doe maar. Erover. Dank u. Nog een keer, let op! Jij! Ja. Doe het! Oh. Zo, dat is een lekker punt. Die is binnen. Hij is niet. Nee. Ja. Nog serveren. Ja. Oh. Wow. Nog één punt en hebben ze gewonnen. Top, Blak. Dankjewel. Goed gespeeld, jongens. Fena, nou toch even kunnen oefenen, toch? Mm-hmm. En ook ontdekt dat jullie nog even aan moeten trekken voor aanstaande vrijdag, toch? Ja. Succes. Ik vind toch eigenlijk dat je hem op moet houden. Ja, gaat beter, hè? Wij zijn aangenaam verrast. Ja. Wij ook. Ja? Neem me mee naar huis, is mijn cadeautje. Nee, bedankt voor het kijken. Doei.